Goedemorgen iedereen. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Ja, sorry, ik heb nog niet veel stem. Maar ik heb gezien dat er toch wel nog 40 mensen het boek lezen met mij. Dus we gaan nog even door. Ja, herinner je dus die fameuze meneer die daar met zijn auto autopech had gehad? Die zit dus te discussiëren in de keuken met ja, die mevrouw die eigenlijk een beetje de huismeid is. En wat zegt hij van haar? Qu'elle est ma contemporaine. Dus ze is mijn tijdsgenoot. Contemporaine betekent tijdsgenoot. Et il ne me convenait pas. Dat is een beetje een interessante constructie in het Frans. Il me convient, il ne me convient pas, betekent ja, dat is oké voor mij of dat is niet oké voor mij. Dus hier zegt hij. En het was niet oké voor mij. Op dit punt ben ik niet veranderd. Dat komt even tussen haakjes. Maar wat vond hij niet oké? Dat men mij nam voor een oude man. Dus zoals we op de vorige pagina gelezen hebben, ja, die meid, die, ik denk dat hij nog maar 60 was. En ja, hij zegt, ik wil ook niet voor een oude man genomen worden. En dus. Hij denkt even na over hoe die meid is. En hij zegt dan over haar, ses cheveux gris tirés en chignon, haar grijze haar, samengebonden of getrokken in een dot. Een chignon is een dot. En haar, tablier is een schort, gefronst aan de taille, évoquait, dus die twee dingen, haar dot en die gefronst schort, die évoquait, en évoquait betekent eigenlijk herinneringen oproepen. En dus die riepen herinneringen op van démodé, cliché démodé, gedemodeerde clichés. En wat is gedemodeerd? Dus uit de mode. Clichés die uit de mode zijn. Dus een beetje ouderwetse clichés. Oké, maar dus er staat letterlijk uit de mode clichés. De meid, domestiek is iemand die werkt in het huis, want domus in het Latijn is huis, dus huispersoneel, maar hier is dat dus de meid. Dévouée, die is dus toegewijd, dévouée, à ses maîtres, aan haar meesters, die prend soin d'eux, die zorg draagt voor hen. In het Frans is dat prendre soin, maar in het Nederlands is dat zorg dragen voor. En dus die meid die zorg draagt voor hen, voor die meesters. En ne voit pas plus loin. En niet plus loin verder ziet que dan le bout de ses casseroles. Het einde van haar pannen. Nu, dat komt van de uitdrukking voir plus loin que le bout de son nez. Verder kijken dan je neus lang is, zeggen ze in het Nederlands. Maar dus hier, zij kijkt eigenlijk niet verder dan haar pannen lang zijn, als je het zo mag stellen. Maar dus die eigenlijk niet ver kijkt. La bonne de meid, Nounou. Een Nounou is, dat is een kindermeisje. Hein? La bonne Nounou is een kindermeisje. Een beetje borné. Borné kan koppig zijn, maar kan ook betekenen bekrompen. Hè? Iemand die niet ver ziet. Hè? Bekrompen. Dom. Van wie men niet zou verwachten dat ze discussieert over de liberalisering van de zeden. De liberalisering van de zeden, ja, over een serieus onderwerp. Dus hij nam die mevrouw een beetje voor de meid en als iemand die eigenlijk niet over serieuze dingen kon discussiëren. Maar misschien was dat niet het geval. On peut commencer petitement. We kunnen klein beginnen. En ze spreken nu nog altijd over dus, ja, een lening aangaan bij de bank om eventueel dat oude huis terug te herstellen. En dus die man zegt, ja, we kunnen misschien klein beginnen. En die meid zegt, niet in de informatica. U kent de prijs van computers en software. Ze heeft alles uitgerekend. De banken weigeren
Te prêter is lenen, uitlenen, als men niets heeft. Het huis is gehypothekeerd? Nee, dat zullen ze niet doen. Ze auraient bien trop peur. Ze zouden hebben trop peur, te veel schrik. Dus ze zouden te veel schrik hebben niet te kunnen terugbetalen zoals het moet. En dan zegt die man, ze heeft pas mal, tamelijk wat reparaties nodig. En ze, elle, dat is hier het huis, hè? Dus in Nederland zou je zeggen, het heeft toch wat reparaties nodig. Het is dat ze meer dan 2 eeuwen, tussen haakjes, oud is. Maar je weet dus in het Frans ga je zeggen avoir. Hè? Dus ze heeft meer dan 2 eeuwen. Die L is dus weer het huis. Hè? Dus het huis is meer dan 2 eeuwen oud. Wat weet u over haar geschiedenis? Alles, meneer, alles. Il ne fut pas nécessaire, hein, die fut, herinner je, is weer de passé simple van het werkwoord zijn. Dus het was niet nodig veel aan te dringen. Ik ga proberen d'assembler, samen te brengen, de façon cohérente, op een coherente manier, de grote hoeveelheid informatie die ik kreeg in 1 uur. Ja, ik kan je voorstellen dat die meid dat die echt heel veel weet over dat huis en vertelt en vertelt. En dus die meneer gaat dat een beetje samenvatten voor ons. Het huis dateert wel uit de 18e eeuw. À la fin, op het einde van de jaren 60. Tot mijn grote spijt heeft niemand de naam van haar architect retenu, onthouden. Retenir betekent onthouden. Dus niemand wist nog wat de naam was van de architect. Ze was gebouwd, het huis dus, maar in het Frans is dat. Ze was gebouwd door Octave Tremblay, négociant, dat is dus een handelaar, hè, iemand die onderhandelt, iemand die negocieert, een onderhandelaar, issu, afkomstig uit, hè, issu de betekent afkomstig uit, een lange lijn van onderhandelaars, van handelaars. Oké? Dus een lange generatie van handelaars. Die twee zonen had. De oudste, genoemd Octave, zoals hij zelf, en le cadet, dat is dus de jongste, Antoine. Octave en zijn descendance, dat is dus zijn afkomst of zijn nakomelingen, woonden in La Didière. En Antoine deed zich een huis bouwen, liet zich, in het Nederlands ga je zeggen, liet zich een huis bouwen op een lieu-dit, dus een lieu-dit is eigenlijk, hoe zou je dat kunnen zeggen? Ja, een zogenoemde plaats, le Haut-Pré. Le Haut-Pré betekent de hoge weide, le Haut-Pré. En om de families te onderscheiden, differencier, on les nomma, noemden men ze, tout un temps, een hele tijd, les Tremblay de la Diguière, dus de Tremblay, de familie Tremblay van la Diguière, en de familie Tremblay van de Haut-Pré, van de Hoge Weide. Au cours de, dus tijdens of in de loop van de 19e eeuw, cessèrent, stopten de mensen van la Diguière, le patronyme Tremblay, de patroniem of de naam, de familienaam Tremblay, te dragen. In de jaren 1770-80, uur hadden die van de Haut-Pré de verleiding om leur préposition, hun, dus hun naam, hun familienaam, te veranderen
In particule, maar particule, ja, dat is eigenlijk een naam met enorm veel aanhangsels. Dus dat wil zeggen, ze probeerden dus hun naam te veranderen in Les Tremblay de la du Haut-Pré. Maar de revolutie heeft snel ervoor gezorgd, snel gedaan, dat ze er dissuadé, dat ze ja, dissuadé is afraden of ontmoedigd werden daarin. En ze bleven Tremblay. Ja, ik moet dat wel even uitleggen. Dus wat wilden ze? Dus hun oorspronkelijke naam was Tremblay. En ze wilden dat dus veranderen in Tremblay du Haut-Pré. Dat lijkt een beetje chiquer, dat is een veel chiquere naam. Maar als je weet dat tijdens de Franse Revolutie in 1789, ja, dan probeerden ze alle nobele mensen en koningen te onthoofden. Dus een beetje gevaarlijk. Dus ze deden dat dan maar niet. Dus ze behielden gewoon de gewone naam Tremblay, zonder verdere aanhangsels. Ik hoop dat jullie dat begrepen hebben. Dat is belangrijk als geschiedenis-element. En ze bleven dus Tremblay. Vandaag de dag, aujourd'hui, kennen de twee takken van die familie, toujours nog altijd perfect hun parenté, is hun verwantschap. Dus ze weten nog steeds hoe ze met elkaar verwant zijn, wat hun familieverband is. Bien qu'elle, zelfs als ze niet meer neven zijn au dixième, au douzième degré, in de 10e of 11e graad. Dus ze zijn heel, heel ver familie, maar ze weten wel nog dat ze familie zijn. Octave had twee zonen, Octave en Antoine, voornamen die se retrouvèrent, die teruggevonden worden, in alle generaties. Als er een derde jongen kwam, noemde men hem Albert. En l'honneur de, ter ere van Albertine, de echtgenote van de eerste Octave. Enfin, van de Octave van de bouw van het huis, van de oorspronkelijke constructie, die al deze voornaam van zijn vader droeg. Dus die naam Octave die gaat maar verder, verder, verder. En dat begon al bij de allereerste Octave die het huis had gebouwd. Octave II bleef in de Diguerre, dus in dat huis La Diguerre. Stond zijn, en dat gaan we de volgende keer zien. Oké, jongens, ik hoop dat jullie het begrepen hebben. Ik hoop dat jullie het nog fijn vinden om verder te lezen. Hou vol, hou vol. Dit heeft echt heel veel effect op lange termijn. Je zal zien dat je Frans echt beter wordt. Hopelijk tot volgende week. Dag.